Ja, helemaal goed. Goedemorgen. Het is zondag. We hebben lekker ontbeten. We gaan terug naar Amsterdam rijden. Nog even een beetje chillen met de familie. And there we go. Okay guys, we zitten in de auto. We gaan even lekker een opruim hectiek. Ja, iedereen spullen inpakken. Gaan. We maken één stopje. Ik denk twee hoor. Ja, we maken er een paar. Maar er is in de buurt een soort stenen winkel. Daar willen we heel even kijken. Die had voor Google gevonden. Ja. Even koekloeren wat ze hebben. We houden van stenen, wij alle drie. Mila heeft letterlijk de stenen shirt aan vandaag. Van Emerald Village. Ja. Dus we gaan even kijken. En dan en route naar Amsterdam. Ja. Ik wil even zeggen, ik vind dit huis echt prachtig. Ja, ik ook. Oh my god, heel mooi. Zo. Oké, guys, we zijn er. Het heet... Versteend leven. Ja, Poef heeft het gevonden. Mila heeft haar stenen shirt aan. Van Emerald Village. Zo cool. Ja, en je teddybroek. Ja. Let's go. Teddybroek. Ja, nou, meer bij de weilanden zijn we. Ja, bij de weilanden. Kijk. Ja, een paard. Oh, dit is ons ding. Het is niet normaal hoe cool dit is. Jongens, kijk. Ze hebben echt alles hier. Oh. Welke? Oh, je bedoelt... Oh, die is een beetje lila-achtig. Die is echt cool, hè? Maar jij hebt blauw aan. Klopt. Ik heb blauw aan. Jij hebt al je stenen aan. Ja. Jij bent de winnaar. Met kleurtjes. Kijk nou. Wat een geweldige winkel. Kijk nou. Och, daarachter. Je weet niet wat je ziet. Oh, wauw. Kijk dan. Nee, de echte dino's waren veel groter. Kijk nou. Dino herken je. Kijk. Wauw. Best oké prijs ook trouwens. Kijk nou. Ach, dit is mooi. Ik had nog geen verjaardagscadeau voor me gevonden. Dus hij zei, wil je niet hier wat van? Ik zeg, nou, ik moet zeggen, ik vind dit wel echt heel erg mooi. Hè? Ik heb een verjaardagscadeautje van Gregor. Kijk hoe mooi. Oh, lichtblauw. Blij mee? Heel blij mee. Oh, ze heeft een armbandje van paps. En die verrassingssteen van de mevrouw van de winkel. Dat is echt lief, hè? Ja, heel lief. Kijk nou, hoe mooi. Aquamarine. Zo mooi, zo mooi. Echt prachtig. Zonnebloemen. Oh, she's out. Ja. Oké, we zijn thuis zo gaar, zoals Mila en ik echt heel ziek. En er is nu een buurtfeest en het is wel er zo, ik denk, zo gezellig. Het is letterlijk wel eens voor de deur. Iedereen staat bij ons voor de deur voor ons Halloween tuin. En ik denk echt, ik wil ook, maar ik ben zo gaar. Horen jullie dit geluid? Er is een bingo gemaakt en wij zitten ook in die bingo. Zo leuk, zo grappig. Ik ga even een paar iets innemen en dan ga ik ook verpadden. Maar... Ja, dit gaat natuurlijk weer helemaal mis. Ik wilde dus vroeg naar bed en alles. Maar meanwhile staan we nog met de harde kern buiten en zo. Sien, waar ben je? Sien? Je was toch hier? Sien? Tip, kaasstukjes in hummus. Oh wow. Oké, guys. We gaan nu slapen. Hoe laat is het? Het is niet zo laat. 11 uur of zo? Ja, zo denk ik. Nee, het valt allemaal wel mee. Ik ben nog heel lang buiten gestaan met de buren, heel gezellig. Waar is mijn telefoonoplader? Eentje ligt in de slaapkamer, de ander weet ik niet. Wat bedoel je? Ja, die is in een tas gepropt, maar ben ik nog niet tegengekomen. Dus één van ons heeft een lege telefoon morgen. Ja, oké. Okay. Gaan we afsluiten. Ik denk dat ik morgen op bed ligt de hele dag. I'm not sure. Goed. Mag ik dan naast je liggen? Ja, mag zeker. Yes. Oké, nou, hartstikke leuk allemaal. Wel trusten, bedankt voor het kijken. En we zien jullie morgen weer. Bye. Tot lekker.